De man die in de Diepenbrokstraat in Leeuwarden een visite moest afleggen, kwam met een plezierige boodschap. Het was om te doen om de heer Burger en zijn vrouw, die met hun 2-jarig dochtertje bij familie inwonen, in een huis dat zo klein is dat de bewoners er in ploegen eten. Toen het echtpaar Burger werd gevraagd even mee te gaan voor een ritje door de stad, wisten ze nog niet wat hun boven het hoofd hing. Dat zou een dak worden, een eigen dak in de nieuwe stadswijk Heegterp. Daarom hingen de vlaggen uit van het eerste huis dat hier gereed kwam. Het is bovendien de 5000ste woning die sinds de oorlog in de Friese hoofdstad is gebouwd. De directeur van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid in Friesland, ingenieur Visser, overhandigde de trotse nieuwe bewoner de sleutel. Dat was nog niet het eind van de verrassing, want Leeuwardens burgemeester kon het jonge echtpaar binnen een groot aantal geschenken tonen die van allerlei zijden waren aangeboden en die een flinke steun betekenen bij de inrichting van het nieuwe huis. Deze woningzoekenden hebben nu hun eigen huis gekregen. Niet bij gemeentelijk schrijven, maar helemaal bij verrassing. Een vreugdevolle dag, niet alleen voor de familie Burger, maar voor de hele Friese hoofdstad, die maar trots kan wijzen op het feit dat een kwart van de woningvoorraad uit nieuwe huizen bestaat.